Vaste basisspeler in het Chinese team. Grossier in wereldtitels. Malin. Is nog niet zo lang aanwezig. Kwam eigenlijk voor het eerst eens om de hoek kijken op de individuele WK in Eindhoven. Inmiddels alweer ruim 2 jaar geleden. Toen nu op het nippertje naast de wereldtitel greep door in de finale met 26-24 in de 5e game te verliezen van Liu Guoliang. Kong Lingli. Normale greep. Normaal rubber. Malin. Rechtshander. Penhouder greep. Die nu met de andere kant van het bettenpaard backhandjes lanceert. En prachtig scoort met zijn voorhand. Weliswaar niet helemaal zuiver gespeeld. Vandaar het vingertje even omhoog. Het is 2-2 en Kong serveert. Oei oei oei. Snelle opwarm. Om de introductie van beide spelers te besluiten. Kong Lingli. Hebben we altijd gezegd van deze man staat model van hoe tafeltennis in technisch fysiek opzicht gespeeld moet worden. Een man zonder zwakke punten beheerst alle slagen even goed. Zowel de tweezijdig topspin, het blok, de contra-attack. Altijd perfect in balans voor elke beweging die hij uitvoert. Malin. Een van de beste vertegenwoordigers van de penhoudergreep. Dat wil zeggen, 80-90% van alle acties maakt deze man met de voorhand. 5-3. Een ongelooflijk druk baasje. Een natuurtalent. Waarop hij 6-3. Tactisch is opgewassen tegen zijn tegenstrever. Dat is nog even de vraag. Lopen staat hij voor, 6-3. 3-7, kom. Aardige van Malin is dat hij volstrekt onvoorspelbaar is wat betreft de richting die hij geeft aan de bal. Hij beheerst alle lijnen die je op de tafel kunt trekken even goed. 4-7. Maar ik zei al, kom. Is een grootmeester in alle situaties en dat bewijst hij hier door deze topspin van Malin achterloos te blokken. 5-7. Direct een heel hoog niveau. Ja, de mannen hebben zich in de trainingszaal perfect warm gezet. Het liefst lanceert Malin die voorhandspin vanuit de backhandhoek. Het kwetsbare punt van die penhouderspelers is doorgaans de backhand. En omdat ze het hele centercourt met voorhand willen bestrijken, zijn ze tactisch of wat makkelijker te bestrijden dan een allrounder als Kong Lingli. 9-6, maar. Die nu al een paar keer naar het midden van de tafel is bewogen om die ballen daar met backhand te nemen, zodat hij een hele scherpe hoek heeft naar de voorhand van Malin. Kortom, deze Chinees weet wat hem boven het hoofd hangt. Dat wordt kilometers maken. 9-6. Maan service. 9-7. Zo, knap gespeeld. Kong dook in het ABC'tje wat je tegen de penhouders hoort te spelen. Diep in voorhand, volgende bal naar backhand. En dan proberen vast te zetten daar.
Backhand kwam er goed uit dit keer van Malin. Malin die hier, hij heeft nu al, dit hebben we nu al 5-6 keer gezien. En dat zie je anders veel minder. Maar hij weet dat hij die backhand tegen Kok nodig heeft. En die speelt hij met de andere kant van bed. En dat maakt deze Ma tot een bijzondere speler. Liu Guoliang, voormalige wereldkampioen. 7-13. En hier uitgeschakeld door de man uit Taiwan, Cheng Penglong. Introduceerde deze beweging. Vooral in het begin van zijn carrière maakte hij daar veel gebruik van. Later is hij dat minder gaan spelen. Maar wat dat aangaat heeft Malin estafette stokje overgenomen. 8-14. Nou, twee randballen achter elkaar. Goed verdeeld. Een prima start hier voor Ma. Daar bewoog hij. Niet helemaal perfect voor die bal. Dat is knap. Perfect kort gelegd. Voor iets te hoog gespeeld door Kong. En onmiddellijk afgestraft. Je vlammende voorhand parallel. Prima combinatie van Kong. Soef. Heel lang wachten. Van waar ga je naartoe? Perfect geraakt. Hoge armsnelheid. Hier mislukt die beweging. Backhand gepakt vanuit het midden. Om die bal scherp te kunnen wegspelen naar de voorhand van Ma. Malin heeft in de teamwedstrijden zijn rol perfect ingevuld. Ja, terwijl Kong toch wel wat steekjes heeft laten vallen. Met name tegen de Koreanen in de halve finale. Waar hij twee partijen met 2-0 moest afgeven. Over het algemeen niet zo bevorderlijk voor het zelfvertrouwen. 11-19, Kong. Hij komt zich nog niet in de wedstrijd. Nog niet scherp genoeg. 12-20. Zet even die backhand topspin vast. Een beweging die normaliter tegen die penhouders uit. Jongen. Tekend kunt gebruiken. Lange service. Goed gelezen. Geweldige topspin van Malin. En een heel rustig blokje eroverheen. 7 game points. Voor Ma. De laatste 3-4 punten demonstreert Kong zijn enorme allroundheid. Net service. 14-21, first game Ma. Zo, prima game voor Ma. 21-14. Hij neemt een 1-0 voorsprong. Enigszins verrassend. In de halve finale partij. Nou is Kong een speler die zich wel vaker een wat rustiger start permitteert. Maar dit zal hij zo niet bedoeld hebben. Malin is niet het type speler die wat extra wind in de zeilen moet geven. Opvallend. De eerste game is het grote aantal keren dat Malin van die backhand gebruik maakt. Hier krijgen we dat te zien. Andere kant van het bed. En hop, de bal weer naar de andere hoek. Nou, het huisorkest is weer aanwezig. De Chinese variant van Kleintje Pils.
En wij gaan hier starten met de tweede game. Marcus serve. Laval. Aanserveert. En heeft een 1-0 voorsprong in games. Wordt kort. Prachtig overgenomen door Kom. Dan kijken we naar de route die Malin heeft moeten afleggen. De eerste twee ronden vrij gemakkelijk. 3-0 tegen een Koreaan en een Pool. De derde ronde was het wat meer bekende Korbel, ook 3-0. De vierde ronde Roskop, 3-1. Echte problemen waren er pas in de kwartfinale. Toen was het 3-2 en heel nipt. En die partij hebben we al nu laten zien tegen Liu Guozheng. Alle trucs werden daar gebruikt door Malin. 1-2. Kijken we naar Kom. Eigenlijk geen problemen gehad. Ja, even in de derde ronde tegen Mees, de Deen. Voor de rest Marek, eerste ronde, Toriola. Ja, die ken je wel beter, Jan. De Ankerstars. Sheila in de vierde ronde. En de kwartfinale Samsonov. Dat was 3-1. 3-2, Kom. Opvallend punt. Kom wint een spin-op-spin rally van absolute specialist Malin. Oh, over spreiding gesproken. Terwijl in de kort-kort fase maximale spreiding. Dan gaat die bal lopen. Er wordt maar volkomen uitgeblokt. Kort, opeens toch iets te lang. De strategie van Kong begint zich nu wat af te tekenen. De service van Ma, zoveel mogelijk die bal snel kort terugleggen. Kijkers, daar komt dit weer. En op basis van een perfect handgevoel en een perfecte timing wordt die eerste spin. Hier komt Ma nog aan die bal. Wordt hij toch een end verlopen? Veel rotatie. Kom lost het probleem op. 6-3. U mag al lezen hoor. Topspin service, goed gezien. Ja, maar die flipt hem hard naar de voorhandhoek. Dat hoef ik niet weer te doen, denk Kong. Ik ben benieuwd of we zijn specifieke backhand service nog gaan zien. 5-6. Ook in de kwartfinale partij tegen Samsonov kwam hij daar niet aan toe. Maar hij gebruikt hem gewoon niet omdat hij weet dat Samsonov er het antwoord wel op weet. Ja, dat bevalt hem niet. Met die positie moet die bal erop. Bij voorkeur er langs. Goed idee, Kong. Te veel lengte. 7-8, Kong. Maar maakt het een eind, want de bliksem staat van Kong. 8-0. Jij hebt er al in een eerdere partij op gewezen, Jan. Een druk mannetje is die man in. Heel komisch om te zien wat er allemaal gebeurde. Wapperen met het bedje voor zijn gezicht, zweet, druppeltjes weghalen, vloer schoonmaken.
Het is heel interessant om Malin te volgen tussen de punten. Hier een nadenkende Kong. Dat ben ik altijd. Of heb ik wel zeker weten dat hij ook werkelijk nadenkt. Maar probeer uit alle macht onder de pressie uit te komen. Die nacht voor Kom. Maar meer het type van de intuïtiespeler. Kijk, we zijn bezig zijn. Rituelen volgen elkaar in hoog tempo op. Zelfs tussen deze net serve, de volgende service. 10-0, ma. Kong bloedt zijn bed. Vraag zich af. Zit er een vochtplekje op? Zit er een vochtplekje op? Dan duikt die bal onmiddellijk naar beneden. Ja. 10-11. Maar is niet van plan om zich voor zich te laten sturen door Kong door te veel te lopen. Nog steeds zien we regelmatig die backhand verschijnen. Het scheelt weer een aantal meters. Of iets mindere fase kwalitatief gezien. 10-12. Jammer. 11-12. Fantastisch blok, zo kom. Die bal werd weer gepareerd door een half volley zou je kunnen zeggen. Maar haalde de snelheid eruit. Prachtige speel van Kong zeg. Grote variatie. In die backhand van Kong. Soms direct, soms een vleugje topspin. Waardoor Ma geen moment op de automatische piloot kan. En perfect overgenomen. Recht om het initiatief. 13. Eens kijken, dan zo gemakkelijk anticipeert. Oog, handcoördinatie en balans. Ongevenaard. Balmer is natuurlijk de grote publiekslieveling. 14-12. Overal populair. De Mozart van de tafeltennis wordt hij genoemd. Maar in het tafeltenniswereldje zijn we toch redelijk met elkaar eens dat Kong Linghui de sublimatie is van vrijwel alle kwaliteiten die je maar zou kunnen opnoemen. Twee pasjes naar achter. Dan zo mooi die bal weer rechtdoor geven. En weer spreiding van de andere kant. Dit punt. Typisch zo'n actie die van tevoren helemaal gepland is. Zeer verrassende backhand service. Diep in de voorhand. Deze was wat minder uitgevoerd. Kong wacht op die diagonaal.
16. Come on, service. Een lang uitgestelde topspin van Kom. Stak die service diep in de voorhand. Heeft vervolgens geen enkele probleem met het blok. En wat moet het lekker tafeltennissen zijn als je over die kwaliteiten allemaal kunt beschikken. Deze bal wordt moeiteloos uit de broekzak geplukt. Schitterende concentratie van Kom. Kijk eens, misschien een tikkeltje gelukkig, maar ja, hij okay. Stond er wel hoor, hij stond er weer. Hij heeft daar nu al een keer of drie, vier die eerste spin van, maar gepareerd. Maar doet er verstandig aan om vanuit die voorhandhoek toch iets meer het midden op te zoeken. 2016. Uit de backhandhoek gooit hij ze wel alle kanten op. Vanuit de voorhandhoek. Toch misschien iets te stereotyp, die bal op de diagonaal gegooid. Overtuigd van zijn eigen kunnen. 2017. Maar niet helemaal alert op het superblok van Kom. Nog drie game points over de Kong Ling Wie, de nummer 2 van de wereld. Kijk, zo, jongen. Wat een reactie. En perfect positie gekozen. Op tijd een stapje naar achteren gedaan om het overzicht te houden. Om reactietijd te krijgen. Ja, en als die ballen er niet langs gaan, hoe moet je ze er dan wel langs spelen? Ja, het oogt allemaal zo gemakkelijk, hè. Het is nog wel 1-1. Lege bank, geen coaches. Mannen moeten het allemaal zelf uitzoeken in deze partij. Hier zien we die bal die uit het midden haalt. Hand-oogcoördinatie. Perfect. Oog-handcoördinatie. Wat zei ik dan, Jan? Hand-oog. Bij jou is het eerst de hand en daarna het daarna oog. Oog. En daarna het verstand. Nou. Maar het valt toch in jou te prijzen dat je weer deze sport het nieuwe element wens toe te voegen. De hand-oogcoördinatie is vanaf vandaag geïntroduceerd door professor Dr. Anders Fred van Oostenrijk. Specialist in tafel en zaken. Nou Jan, alle gekheid op een stokje. Het is 2-0 alweer. Met Kong aan service. En een gelijke stand. Eén ding is nog wel zeker, jouw oren zijn goed. Want het was niemand opgevallen, behalve jou weer. Ja, maar op
die voorhand diagonaal is er geen doorkomen aan. We hebben het eerder gezegd. Ik vraag me af of deze man wel nadenkt tijdens die partijen. Intuïtie. Boordevol talent. 2-3, ma. Ik ben ervan overtuigd dat Kong sowieso de slimmere speler is. Dat is beter. 3-0. Niet zo hard gespeeld. Kong steekt die ballen zodanig terug. Veel backspin in zit. Ma had in ieder geval bedacht om op die voorhand diagonaal maar eens eventjes niet te verschijnen. Dat is jammer. Dan is die versnelling goed omgelopen en zijn voorhand ingezet. Alle rituelen. Geniepig surfje. Six, four. Nou, dat is de tweede of de derde. Dat soort missertjes kan hij zich helemaal niet permitteren. Het eerste kleine gaatje is er weer. 7-4 voorsprong voor Kong. Zo. Uit het boekje vandaan. Wat een spreiding zeg. En dan krijg je een kanonskogel te verwerken. Waar je blij mag zijn dat je die enigszins op tafel terug kunt blokken. Maar Kong weet in die situatie zelfs nog te plaatsen. En een mooie versnelling weer van Ma. Ja, dat dwingt Ma. Of dat een extra dimensie. Heel snel voetenwerk. Vastgezet. Mooie diepe spin. Deze net naast de hand gespeeld. Oh jongens. 7-9. Kan die bal echt overal neerleggen waar hij wil. Ja, ze kennen elkaar natuurlijk door en door. Maar Kong slaagt erin om zijn acties perfect te doseren en de juiste dingen op het juiste moment te doen. Eerste punt van Ma op de voorhand diagonaal. 9-0. Ma is die half hoog opgegooide service toch wat meer gaan variëren. Ik heb het gevoel dat hij de lengte niet altijd even goed onder controle heeft. Oh, prachtig rally. Hoog tempo. Het allerhoogste tempo. Even wapperen.
ja, wie het weet mag het zeggen. Ook weer met die backhand heel erg ver meelopen naar het midden, hè? Zelfs een gedeelte van zijn voorhand. En ik maar vaak zeggen tegen de jongeren van, goh, je moet je voorhand in stelling brengen. Als je daar staat. Als je technisch... Kijk eens, weer hetzelfde. Ja. En een centimeter of 15 zo op die voorhandhoek. En dan die backhand toch die spreiding geven. Als je alles beheerst zoals Colin, dan maakt het in feite ook niet zoveel meer uit, Fred. 11 all. Verrassend rechtdoor. Toch nog behoorlijk lopen om die slag in stelling te brengen. Oh, schitterend gespeeld van Tom. Op het moment dat Malin dacht dat hij helemaal terug was in die rally, hij kijkt hier ook verbijsterd, werd hij volledig overrompeld door die snelle hand van Kong, die een klein stapje naar voren deed. Daar waar Malin verwachtte dat hij misschien wat meer tijd zou krijgen, kreeg hij plotseling minder tijd. Hij stuurde hem opeens naar het midden in plaats van heel scherp naar de voorhand. Vanuit die hoek moet Ma zijn punten maken. Dat weer niet zo verbazingwekkend dat Kong hier weer staat. Het zijn allround speltype lijkt hij na die introductie van die 40 mm bal toch al licht in het voordeel. Ten opzichte van een hoop anderen. 13-0. Een van de eerste foutjes in deze game van Kong. Blijft opletten voor Kong. Ondanks al die fantastische acties staat het 13-13. Wat een loopvermogen van Ma, zeg. Prachtige rally. Van voorhand naar backhand. En dat vastzetten. Maar die repareerde de situatie nog door niet achterin te blijven, maar naar de tafel toe te komen. Maar punt ging naar Kong. Ja. 13-15, prachtig. Kong beweegt zodanig dat hij telkens invalshoeken kan vinden om deze Malin zo lastig mogelijk te maken. Om voortdurend te dwingen om met die voorhand maximale afstanden af te leggen. 13-16. Ja, groot foutje. Maar Jan, zou je niet naar het scorebord kijken, dan zou je denken dat Kong toch echt een straatlengte voor zou moeten staan. Het is slechts 16-13. 17-17, Kong. Dit is dan een mislukte servicebeurt van Mali. Als je deze partij volgt, dan kun je niet anders dan veel bewondering opbrengen voor inspanningen, het talent van Malin. Maar na die eerste game is het nu Kong die aan de touwtjes is gaan trekken. Een echt gat. 6 puntjes. 20-13. Is een optie die backhand, maar niet zijn paradepaardje. Twijfelt.
wilde hem opnemen. Dat niet genoeg lengte in. De derde game gaat heel eenvoudig naar Kong. Die steeds beter eigenlijk gaat spelen. 8 punten op rij. Het is nu aan Malien om eens even goed na te denken. Vraag maar af dan wat dat zal opleveren. En wat is nadenken? Zeker voor een man als Malien. Het duidelijk is dat hij geen andere opties heeft speltechnisch. Het zal dus op een of andere manier in tactisch opzicht moeten gebeuren als er nog een verandering in deze situatie wil worden aangebracht. Maar ja, probeer daar maar eens achter te komen als je weet dat je tegenstander de meest perfecte technicus is van het hele circus hier. Misschien een lichte aanpassing nog bij de service om hij weet dat als beste, hij heeft vaak genoeg tegen Kong gespeeld om je in een positie te manoeuvreren dat de eerste bal misschien iets meer uitwerking heeft. Goed, start vierde game. 2-1 voorsprong voor Kong Linghui. Is hij deze vierde set? Dan gaat hij door naar de finale. Dan krijgen we de finale tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Van Li Jing van zijn halve finale partij. Van Cheng Penlong. 3-1. Nee, 3-0 was het, sorry. One love. Serveert 1-0 voorsprong. Ja. Hij moet zich erop instellen, maar de korte bal en de passieve acties kunnen misschien tegen Kong beter niet op het midden worden gespeeld. Want Kong loopt in die situatie veel voor zijn backhand. En brengt de bal dan diep in de voorhand van Ma. Niet zo prettig. Deze situatie. Ja. Oh, ja, dan krijg je dat ook nog eens een keer tegen. Je ziet hoe die moet galopperen telkens. Die bal die vanuit het midden scherp naar die voorhand wordt gespeeld. Dan zou je nog kunnen zeggen, ja simpel, dat kan ik ook wel verzinnen, maar Kong doet dat uit alle situaties met een grote balcontrole. Ik kan u verzekeren, het lijkt misschien makkelijk, maar het is niet zo. Ja. Het oogt allemaal heel makkelijk, hè, bij hem. En de geweldige spreiding. Zo. Mooi gelezen, hoor. Nou, op die spreiding is Malien zeker ingesteld. Nu probeerde Kong het vanuit het midden eens keer naar die backhand. Deze bal mag je niet missen. 4-4. Kong serveert. Maar laat zitten daar. In die backhand topspin. Een van de eerste fouten. In deze game van Kong.
scheelde weinig. Nou, weer die verplaatsingen zo snel en weer zo snel hersteld. Dat is toch een wereldbal die Ma lanceerde. Kijk, en daar komt hij weer overheen. Oh, 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 oh. Op die voorhandhoek valt weinig te halen bij Kom. Het is soms zeer verleidelijk om daar een bal naartoe te joekelen. Maar je denkt er met voordeel die kant op te gaan en je komt er met nadeel weer uit. De ijzige rust hier bij Kom. Het is schril contrast wat we allemaal te zien krijgen. Deze hoek. Alles beweegt. Maar leuk om te zien. Oei, 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 oei. Dit is dramatisch. Laatste vier punten. Maar een beetje van de kook. En hij trekt de enige juiste conclusie eruit. Kleine pauze. Ik dacht dat jij even de handdoek in de ring ging gooien, Jan. Maar gewoon een time-out. Ik ben razend benieuwd wat hij hier nu probeert te verzinnen. Als hij überhaupt al iets probeert te verzinnen. Zal toch wel. Ook buiten de wedstrijdzaal is Aline een vrolijk mannetje. Iedereen in de Chinese ploeg mag hem graag. Ze zacht. Aserveert. En hij heeft besloten om wat extra energie in die eerste bal te stoppen. Prima bezinning. Wat een granaat. Op de tribune is tekort aan sake ontstaan. Krijg ik de indruk. Mama op zoek naar de fles. Heeft waarschijnlijk de verkeerde fles bij zich. Ja, nee. Heel diep weer door de knieën. Allemaal in. Problemen. 11-8. Komt hij niet meer onderuit. Kijk eens eventjes. 8-12. Die heeft echt toch het bos ingestuurd. Kom zo gemakkelijk, joh. Produceerde perfecte melange van tactische varianten. Worden zo aan elkaar gebreid. Dat Malin grotendeels wordt ontregeld. En helemaal af te stoppen is hij natuurlijk niet. Ja, waar gaat het hier om? Het verzamelen van 21 punten. En Kong lijkt op de beste weg. Veel rotatie. Half hoog. Achter op de tafel gespeeld. En blijkbaar kun je zo Kong Linghui een keer laten missen in dat blok. Is toch wel een beetje de service erin door. Wordt gewoon niet gespeeld. Kijk eens aan. Dit
is een belangrijk moment. Kom blijkbaar vast besloten om dit een 3-1 score af te wikkelen. Even een hapje. Uiterlijk en innerlijk perfect in balans. 11-12 maan service. Het is doodstil in de zaal. Bravo. Geen direct rendement van de time-out. Punt was al van hem. Slordig. Malin. Ai, wat een redding. Ja, dat gaat dan in een flits door je heen dat je denkt van dit is de finale klap. Dan komt die bal terug en dan ben je net even niet alert. En met tafeltennis zijn die hele kleine foutjes die zijn helemaal snel gemaakt. Wissertje van komt. Onvoldoende voorbereiding. De benen. Dan nemen we het maar eens een keer kwalijk. 15-13, belangrijk moment. 15-14. Aardig om te constateren dat er nu voor het eerst ook iets van onrust zichtbaar is bij Kool. Weer gedwongen om die backhand te gebruiken. Eentje van 3 punten. Maar serveert 14-17. Hij moet nu scoren. 14-18. Nu zie ik het toch echt heel somber in voor hem. Lijkt me voorbij. Ziet hem hijgend als een postpaard. En deze kun is de ademhaling nog rustig, ondanks de inspanningen. 15-18. Nee. Einde verhaal voor deze man. Twee puntjes voor Komling winnen, de nummer 2 van de wereld. 20-15. Mooie flip, alles waar op het randje. Dan krijgen we een finale tussen de nummer 1 en de nummer 2 van de wereld, Wang Lijing en Komling. Natuurlijk zijn we daar ook met Sport 1 bij. 5 matchpoints, hij pakt hem direct. Het is over en sluiten. Malin.
begrijpt het niet echt, maar hij is de geus op zijn waardig geklopt. Voor deze